Nou, we zijn nu bij het mooiste stukje van Amsterdam. Wauw! Ik heb hem zelf ook nog nooit gezien, dus het is de eerste keer ook voor mij. Oké, ik heb nummer 8 dus nu en ik ga hem even openmaken. Nou, we zijn in de intratuin en ze hebben nu dus allemaal kerstdingen. Oh, en welkom weer een nieuwe vlog. Ik ben vandaag met Lieke en mijn stem is een beetje weg, dus dat hoor je ook. Maar we zijn nu in Amsterdam en het regent echt super hard. Maar we gaan nu onderweg naar Subzien. En we zijn nu in Subzien. Dus ik heb even wat nieuwe kleren hier gehaald. Dat ga ik aan Lieke. Ik heb nu echt een super jumpsuit jurkje aan. Dus hier ga ik even laten zien. Oké, dit is dus het jurkje. En hij is best wel kort, maar ik vind het echt heel erg leuk. Met een wereld. En ja. Dus helemaal leuk. We zijn nu bij George en we hebben hier net gegeten. En we gaan zo even sushi ophalen, want we hebben vanavond eigenlijk een meidenavond. En dan gaan we allemaal sushi eten. Dus ik ga jullie zo even laten zien dat we sushi gaan halen. We hebben dus net gegeten en mijn stem is dus een beetje weg. Dat had ik dus verteld. Ik heb gisteren een leuk feestje gehad en ja, mijn stem is dus weg. Maar we hebben wat gehaald bij Subdude en Lieke ook. Dus dat is super leuk. En nu gaan we waarschijnlijk even een sushi ophalen bij Miss Sushi. Of we gaan nog heel misschien naar de bijkoop. Maar dan moeten we even kijken. Nou, we zijn nu bij het mooiste stukje van Amsterdam. Wauw! Nou, vind je het mooi, Lieke? Heel prachtig. Ja, prachtig. Kijk nu naar de grachten. Ik kijk naar de lekkere boys wat langs kwamen. Prachtig. Die grachten. Oké, het was echt een superleuke dag vandaag. En ik ben echt heel erg verkouden. Ik weet ook echt niet hoe het komt. Maar mijn stem is gewoon een en al poep. Laten we daarop zeggen. Ik heb net een pakketje binnengekregen van Nick en Nick. En die zal ik even aan jullie laten zien. Dit is het pakketje. Nou, pakket. En er zitten echt super veel leuke items in. Ik kan morgen nog even een paar leuke items laten zien. Dus dat is heel erg leuk. Ik heb ook bij Subdude nog wat leuke dingen gehaald. Dus daar ben ik ook heel erg blij mee. Dus ik heb echt heel erg veel leuke dingen weer gehaald. Daar ben ik echt, echt super blij mee. En ik ga nu, het is nu 10:15. Ik ga me lekker omkleden en tanden poetsen. En dan ga ik slapen, want ik ben zo moe. En ik heb iets anders aan mijn camera-instelling gedaan. En ik weet dus niet wat, maar het is heel anders ofzo. Maar ik weet niet of jullie dat ook zien. Maar hopelijk is het nog steeds goed. Ik ga slapen. Ik zie jullie morgen weer. Tot een nieuwe dag. Wel allemaal, het is vandaag de volgende dag. En ik heb me even klaargemaakt. Ik ga even laten zien wat ik aan heb aan jullie. Ik heb deze trui aan van Julie. Deze ketting. En de sieraden ook eigenlijk allemaal. En gewoon een simpele spijkerbroek. Dus dit is eigenlijk wat ik vandaag aan heb. Vandaag gaan we niet heel veel doen. We gaan zo naar een restaurantje toe. Dus daar heb ik wel zin in met mijn ouders. Jent gaat lekker springen met een vriendje bij Bounce, als ik het goed heb. Maar dat maakt niet uit. Ik heb dus gisteren een pakketje binnengekregen. En die zou ik nog aan je laten zien. En ik ga dus unboxen met jullie. Jullie vinden dat heel erg leuk. Dus bij deze. Het pakketje is dus van mijn Jubilee. Wat jullie denken al wel zien aankomen. Dit pakketje. Nou, pakketje. Dit is dus best wel een groot pakket. En hier zit dus echt iets superleuks in. Vorig jaar is dit echt helemaal viraal gegaan. Uitverkocht gegaan. Dit is de adventkalender. 10 dagen heb je er dus plezier van. En elke dag mag je dus een vakje openmaken. En dan kun je dus zien dat erin zit. En er zit dus een heel erg leuk cadeautje in van mijn Julie. Ik ga deze met jullie openmaken. Hopelijk vinden jullie het leuk. Dus we gaan beginnen met openmaken. Ik heb hem zelf ook nog nooit gezien, dus dit is de eerste keer ook voor mij. Dus ik ben heel erg benieuwd, want ik heb hem van vorig jaar niet gezien. Ik heb natuurlijk wel allemaal video's gekeken op YouTube. En die zag er super goed uit, dus ik hoop deze ook. Oké, we gaan dit even uithalen. Oké, ik heb het folie eraf gehaald en hij is nu in elkaar. En ik heb dus hier de zijkant erin gezet en de bovenkant. En kijk één keer hoe leuk dit eruit ziet. Je kunt hem dus ook gewoon zo neerzetten. Dus dat is super chill, want dan blijft hij gewoon staan. Je hebt dus 10 vakjes. En dit kun je dus allemaal openmaken. En er zit dus in elk ding iets. Ik ga er met jullie 2 openmaken om te kijken wat erin zit. Want ik ben eigenlijk wel heel erg nieuwsgierig. Oké, we gaan beginnen met nummer 8. Ik heb de zilver variant gekozen. Maar ik kan natuurlijk ook de gouden variant kiezen. Het zijn dezelfde dingen, alleen dan natuurlijk in het goud of in het zilver. En ik ben echt mega benieuwd. Oké, ik heb nummer 8 dus nu. En ik ga hem even openmaken. Het is dus een... Ik ga even kijken...
Ik ben echt heel benieuwd. Dit is dus een kettingje en ik vind deze echt heel leuk. Je hebt dus hier een kettingje met allemaal van deze dingen. Super leuk. Dus deze ketting ben ik echt heel erg blij mee. En hij ziet er echt heel erg leuk uit. Dus deze ketting is echt gewoon helemaal top dat dit erin zit. Heel erg leuk. Oké, we gaan er nog eentje op maken. Want ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd. Ik ga nu een grotere openmaken. En dat is nummer 9. Oké. Ik denk dat dit oorbellen zijn. We gaan het openmaken. Oh my god. Deze zijn echt super vet. Kijk, zijn deze oorbellen. Ze zijn best wel groot. Maar dat is natuurlijk heel erg leuk als je bijvoorbeeld iets met kerst hebt. Of natuurlijk iets anders. Oké, de rest ga ik niet openmaken. Maar ik ben er echt heel erg tevreden over. En je krijgt ook echt best wel goede producten. Want hier, zoals één zo'n kettingje is gewoon 20 euro. Dat zie je ook. En die oorbellen zijn ook 20 euro. Dus je koopt het zeker niet met waardeloze spullen. En dat verwacht je natuurlijk ook helemaal niet bij mijn jubilee. En dit keer dus ook niet. Ik ben er echt heel erg tevreden over. Het is super leuk als je dit bijvoorbeeld ergens voor krijgt. En elke dag zo'n vakje mag openmaken. Dus ik vind het zeker een aanrader. Ik vind het echt heel erg leuk. En het is natuurlijk ook heel erg leuk om aan je vriendin bijvoorbeeld te geven of zo. Want je krijgt zoveel leuke dingen. En er zitten vast nog meer leuke dingen in. Maar die moeten jullie zelf natuurlijk even kijken. Dus ik geef ze natuurlijk dikke duimpjes omhoog. En ik ben er helemaal blij mee. Hieronder staat een linkje ook in de beschrijving als je deze ook wil kopen. Want hij is natuurlijk hartstikke leuk. Je kan hem ook als cadeautje geven aan je moeder of iets. Ook al zou ik hem eerder zelf houden. Maar hij is heel erg leuk. Dus hieronder staat een linkje en dan kun je hem bestellen. Oké, we zitten nu in de auto en we gaan nu even een hapje eten. Yes. Nou, we zijn in de intratuin. En ze hebben nu dus allemaal kerstdingen. Dus ik ga jullie even wat leuke sfeerbeelden laten zien van de intratuin. En we zijn weer thuis. Trouwens, de vraag voor mijn outfit. Ik heb een kettingje van mijn jewelry om. Deze trui is van Subdued. Riem is van Nick & Nick. En broek is ook van Subdued. Dus, dat is heel erg top. Duimpjes. En ja, dat was het. Morgen moet ik 10:30 pas naar school fietsen. Oké, het is maandag. Dus dat betekent dat ik deze vlog afsluit. En ik ga weer beginnen met een weekvlog. Ik wil jullie nog even wat laten zien. Want ik ga nu een intro opnemen voor mijn morning routine. En het is dus niet allemaal wat het lijkt. Want ik heb dus nu een pyjama broek aan met een Mojuli shirtje. En een Zara top. Zeg maar een jasje. Dus ik zit gewoon in mijn pyjama broek. En er liggen echt allemaal roze in mijn kamer. Maar ik ga dus hier opnemen. En het is nu 8:30 s'avonds. dus ik ga nu mijn intro opnemen van mijn morning routine. Dus ik wou jullie dit ook even laten zien. En niet dat het altijd dat ik er... dat het altijd helemaal netjes is. En dat ik dit allemaal gewoon even random doe. Maar dat het dus ook zo is. En ik ben nog steeds hartstikke verkouden. Super irritant. Maar ja, we kunnen er niks aan doen. Dus ik ga jullie nu neerzetten. Zo. En dan ga ik even mijn camera instellen. En dan ga ik even mijn morning routine opnemen. Het voorstukje en naast stukje. Dus bij deze sluit ik deze vlog af. Tot de volgende keer. Dikke duim omhoog. Abonneren. En joe.